bij de tweede week van de challenge Word je eigen superheld en verhoog je weerstand. De eerste week is voorbij gevlogen. En deze week zul je ook weer veel eten voorbij zien komen en wandelen natuurlijk. En we gaan wel zien wat de rest van de week gaat brengen. Ik wens jullie weer veel kijkplezier. Vandaag eten we voor de lunch een pompoensoep. Kijk, is dat een lekkere grote pan te pruttelen? Doen we eigenlijk altijd grote pannen maken en dan in potjes verdelen in de vriezer. Zo heb je altijd wat bij de hand en is echt ideaal als je wat minder tijd hebt. Ook vandaag weer een weinig inspirerende omgeving. Weer voor controle bij de oogarts. Geeft mij weer de tijd om buiten te wandelen. Helaas in de regen, maar toch even lekker bewegen. Vanavond eten we kip curry, maar dan zonder kip, dus weer vegetarisch, met bloemkoolrijst. De kip curry staat hier te pruttelen, kan je het een beetje zien, ja. Met een eitje erbij natuurlijk. En de bloemkoolrijst staat nog in de stoomoven. Ken je dat gevoel dat de dag te kort lijkt? Dat gevoel heb ik nu. Het is al 9:45 en ik ben nog lang niet klaar. Maar ik ga toch zo de computer maar afsluiten, want ik vind mijn slaap ook wel heel belangrijk. Dan morgen maar weer verder. Het is helaas zo. Ik weet inmiddels dat het niet ligt aan de dag die te kort is, maar aan mijn eigen planning. Dus leermomentje voor mezelf. Vandaag weer een makkelijke lunch. We hadden nog bloemkoolrijst van gisteren over met groenten in een currysausje. Dus die staat op. We hadden gisteren een grote pan met pompoensoep gemaakt, dus dat hebben we nog vooraf. Een hele vullende maaltijd met weinig werk. In een mistig bos, wel een beetje mysterieus, kijk. Lekker aan de wandel. Vandaag is de complete lockdown ingegaan. Alles is dicht op de supermarkten na en apotheken en artsen en zo. En we mogen eigenlijk ook niet naar buiten, maar voor psychische en fysieke erholing is het toegestaan. Dus wij zijn voor fysieke erholing en psychische erholing lekker aan het wandelen. Nou, ik heb het beter gedaan qua planning dan gisteren. Het is net na 9:30 en ik heb mijn hele to-do-lijst afgewerkt. Heerlijk gevoel, nu nog eventjes op de bank zitten voordat ik naar bed ga. En dan morgen weer een nieuwe dag. Vandaag bij de lunch een heerlijke courgettesoep met gerookte zalm en een scheutje slagroom. Wat paprika, komkommer, wat fruit, appeltje uit eigen tuin en een mandarijntje en wat noten. En een lekker eitje. Ik weet niet hoe dat het met jullie zit, maar ik moet mezelf soms echt een schop onder mijn kont geven om even naar buiten te gaan om te wandelen. En dat heeft eigenlijk niet eens zozeer te maken met dat ik er geen zin in heb, maar dat ik vaak denk dat ik er geen tijd voor heb. En die gedachten die bedenk ik zelf, maar dan denk ik, ik moet dat nog doen, ik moet dat nog doen en ik heb helemaal geen tijd om te gaan wandelen. Maar ik weet dat als ik ben geweest, dat ik mijn eigen hartstikke lekker voel en dat ik dan weer energie heb om van alles en nog wat te doen. Dus ja, ik moet me daar toch overheen zetten en die schop onder mijn kont geven en gewoon gaan wandelen. En tot nu toe doe ik het gewoon ook iedere dag braaf, maar het is even een leermomentje voor mezelf. Er zijn een aantal gerechten die tot mijn favorieten behoren en dit is er één van. We eten vanavond een spinaziezalmkies. Helemaal koolhydratenarm. Dit wordt echt smullen. Ik heb net Lin op bed gelegd. Meestal doet Erwin dat, omdat ik dan 's avonds wat meer tijd heb om nog te werken. Maar als ik het dan doe, dan is het een feestje voor mij. En nou ja, die slaapt nu lekker en ik heb lekker een avondje vrij. Vandaag heb ik weer een super makkelijke en snelle lunch, maar oh zo lekker. Ik had nog courgettesoep over van gisteren. En nog een stukje spinazie zalmkies. Weer lekker aan de wandel. Nog steeds in de wolken. We hebben het vandaag even nagekeken. Maar de wolkengrens die hangt tussen de 700 en 1000 meter. En wij wonen op 750. Dus we hebben het geluk dat we al bijna voor de tweede week op rij in de wolken zitten. Maar goed, niks aan te doen. Ik prijs me in ieder geval wel gelukkig dat we zo vlak bij het bos wonen. Dus dat we altijd de mogelijkheid hebben om lekker te gaan wandelen in het bos.
heerlijke zelfgemaakte chap choy op het menu vanavond met zelfgeraspte bloemkoolrijst. Vorige week vroeg ik me nog af of dat het zin heeft om mijn schermen 2 uur voordat ik ga slapen uit te zetten, omdat ik toch wel een makkelijke slaper ben. Deze week heb ik het antwoord zelf gevonden. Eén, door deze challenge. Ik heb een aantal keer mijn telefoon echt weggelegd 's avonds. En ik merk dat ik er zelf veel rustiger door ben en veel geconcentreerder met wat ik op dat moment aan het doen ben. En 2, doordat Erwin een verwonding heeft aan zijn oog. En hebben gemerkt dat hij heel veel last heeft op het moment dat hij lang op zijn telefoon aan het kijken is. Dus dat geeft ook wel aan dat het niet echt heel goed is voor je. Dus ik heb besloten om vanaf nu 's avonds na 8 uur geen telefoon meer te gebruiken. En het werken zal niet altijd lukken om dat voor 8 uur af te hebben. Maar ook al werk ik dan 's avonds nog achter de computer, dan zal ik mijn telefoon wel wegleggen. Waardoor ik dus geconcentreerder kan werken en hopelijk dan ook sneller mijn werk af heb. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. Maar ik denk dat het een hele goede stap is. En misschien durf jij het ook aan. Als Erwin thuis is, dan is ze eigenlijk de keuken zijn domein. Ik sta ook graag in de keuken, kook ook graag. Maar als hij thuis is, dan ben ik er niet te vinden. En hij pakt altijd van alles. Lekkere dingen, ongezonde dingen, gezonde dingen. Voor de lunch weer lekker makkelijk. We hebben de chap choy van gisteren nog. Maak ons deze week een beetje makkelijk. Alle restjes die we 's avonds over hebben, die eten we tussen de middag de volgende dag. Erwin is deze hele week thuis geweest en die heeft ontzettend veel in de keuken gestaan. Dus onze vriezer zit bommetje bommetje vol. Dus het is eigenlijk gewoon noodzaak dat we alles van de voorgaande dag opeten. En weggooien is natuurlijk zonde. Oh, wat word ik hier gelukkig van. Blauwe lucht en zon. Eindelijk weer. Na bijna 2 weken in de mist. Eindelijk weer zon. En we zien weer lucht. Zo lekker. Nog een klein stukje omhoog klauteren. En dan even genieten van een mooi uitzicht. Arme lasagne in de maak. We hebben de standaard lasagne vellen vervangen door courgette plakjes. Het is even wat meer werk, maar smaakt heerlijk. Zo, het werk is nog niet helemaal klaar. Het is nu 7:45. Nog even wat dingetjes afronden. Dus om 8 uur schermloos gaat niet helemaal lukken. Maar mijn telefoon leg ik in ieder geval weg. Dus ik kan geconcentreerd mijn werk afmaken en daarna lekker nog eventjes zonder schermen op de bank. Een mooie nieuwe dag na gewekt te zijn door een zingende lin. Meer kan je je toch niet wensen? Gisteren is de lasagne niet helemaal opgegaan. Dus vandaag hebben we nog een keer bij de lunch koolhydraatarme lasagne. Wandelen met een uitzicht in het zonnetje. Het is heerlijk. Wat wenst de mens zich nog meer? Ik niks in ieder geval. Het is mooi weer vandaag. En het weekend natuurlijk, dus lekker op pad.
Lekker een dagje wandelen. Ik hoop jullie dadelijk nog mooie plaatjes te kunnen laten zien. En hoe wij dat doen met Lin, die loopt natuurlijk niet de hele weg zelf. Wel hele grote stukken. Maar soms dan wil ze gewoon even uitrusten. En dan zit ze nog in de rugzak. Meestal draagt Erin de, soms ik. Het is pittig, maar zo hebben wij wel de mogelijkheid om lekker nog in de bergen te wandelen. Het is lunchtijd en wat hebben we meegenomen? Een lekkere thermoskan met tomatensoep. Dus we hebben nu een bekertje lekkere warme tomatensoep. En thuis hebben we, kijk of dit ziet, ja, pompoen tortilla gemaakt. En ja, heel makkelijk. We hebben nu een lekkere meeneemlunch en genoeg energie om dadelijk weer lekker verder te wandelen. Heerlijke wandeling, lekker in de bergen, door de bossen, uitzicht, zon. Nu het laatste stukje nog even door een dorpje naar de auto en dan weer lekker naar huis. Was genieten vandaag. Zondagavond maak ik altijd de weekplanning voor de komende week. Ik vind het altijd een hele fijne manier van werken, zodat ik 's maandags morgens gelijk aan de slag kan en niet nog van alles hoef te bedenken. Dat heb ik dus allemaal zondags al gedaan. En zo kan ik gelijk met de artikelen die geschreven moeten worden aan de slag of video's opnemen. Ik weet zo gewoon precies wat er die week moet gebeuren en geeft mij een fijn overzicht en rust in mijn hoofd. En ja, misschien is het voor jou ook iets wat kan helpen. Nou, dit was alweer de video van de tweede week. Is weer voorbij gevlogen. Ik hoop dat je hebt genoten en vond je het leuk. Doe even een duimpje omhoog. En heb je suggesties? Laat hieronder een reactie achter. En doe jij al mee met Leefstijl? Laat het me ook weten. En ik zie jullie in de volgende video. Doei!